bank allemaal. Zo. Normaal gesproken zou ik met mijn zus naar Zeeland toe gaan. Te gaan naaien vandaag. Maar mijn zus is niet lekker, dus die duikt de bed in. Dus deze dag lopen we anders. Dus ik denk dat ik lekker gewoon hier ga rommelen. Dit heb ik gisteren gemaakt bij Sonja. Dit is het harde kaasje. Die ziet er goed uit. En dit is het roomkaasje. En dit is dan een soort blauwe kaas moet dit worden. En dit is dan de brie. En die moet ik nu uit de verpakking in dit bakje doen. Zodat het gewoon kan luchten. En dan moet ik het elke dag omdraaien. En dan kijken hoe het zich gaat ontwikkelen. Dus dat ga ik heel even doen. Ik heb het nu in dit bakje gedaan. Dan doe ik een kaasdoek overheen. En dan zet ik het op een koele plek. En dan moet ik het elke dag omdraaien. Zo, ik heb de site dan in de marinade gedaan. Met een uitje en een knoflookje. En een champignonnetje. Dus dat moet heel eventjes intrekken. En dan ga ik het zo bakken. Boodschapjes halen, want we gaan champignon-thee maken. Lekker, lekker. Veganistisch. Of plantaardig. Geef het maar een naam. Ja. Zuivelvrij. In ieder geval zuivelvrij, ja. Vleesvrij. Ja, en vleesvrij. Dus ja, dat. Dat is dat, hè. Zo, Sonja die appte mij dat ze graag een paté wilde maken. En toevallig had ik die gemaakt, dus ik had dat recept nog. Dus we zijn net naar de winkel toe gegaan en hebben de ingrediënten gehaald. En nu zijn we een champignonpaté aan het maken. En dat is champignonstam, walnoten en zwarte bonen. Ik kan het ook met witte bonen doen. En, maar die hadden we niet? Nee, die hadden we niet. Maar het gaat om het binden, dus dat kan makkelijk ook met zwarte bonen. En dan met kruiden. En dan in de keukenmachine. En een uitje heb je er ook bij? Ja, een uitje, knoflookje, kruiden. Dragon en tijm en dat soort. Ik heb een beetje gedroogde champignonpoeder erbij gedaan. Ik krijg echt die sterke champignonsmaak. Dus nu ga ik zorgen dat hij helemaal een glad geheel wordt. En dan moet hij een beetje opstijgen in de ijskas. En dan hebben we de champignonpaté. Nou, lekker. Ja. Zo, en dit is het geworden. Ja. Dus dat moet nu in de ijskas opstijgen. En dan heb je een paté. Wat een idee. Wat een idee. En wat gaan we nu doen, Sonja? Op de bank zitten. Ja, ik ook. Want jij bent niet lekker en ik ben moe. Ja, dus ik ga lekker naar huis toe. Bankie, filmpje kijken. Dus ja, dat gaan we doen. Bankie kijken, filmpje kijken. En wat? Doei. Doei! Zo, ik kom net van Sonja vandaan. De paté is goed gelukt, die smaakt heerlijk. En die moet nu gewoon opstijven in de ijskas. En zo gaat ook alle smaak er nog lekker intrekken. Dus hij wordt alleen maar lekkerder. Dus dat hebben we ook gedaan. Ik heb mijn eten al opstaan. Kijk. Lekker stoofpotje. Dus het is nu 2 uur, dus ik kan rustig even lekker garen. Ik ga nu een uurtje op de bank liggen en dan ga ik lekker een sneeuwwitje kijken. Zo, mijn vader is heel even gezellig. Zijn hondje uitlaten. Dan komt hij altijd eventjes langs. Is het ding zit op zijn bedje, Binky? Binky, ja. Die zit in zijn mandje. Ik heb van de 2 eieren. Ja,
Sinds om de dag geven ze nu eieren, ja, klopt. Hi, Benji. Hallo. Ja. Zo, we hebben lekker gegeten. Aad gaat zo naar de paardjes toe. En ik ga me douchen. En dan duik ik lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.